Maar ik heb ze gegeten afgelopen weekend. Jij stuurde dit weekend een fotootje. Ja, ik heb maar serieus waar, jij bent naar de supermarkt gegaan? Nou, het is eigenlijk meer mijn vrouw is naar de supermarkt gegaan. Oh, dat is een goede rolverdeling. Ja, dat vond ik ook. Traditioneel, maar dat is ook Nijkerk. Ja, nee, dat is gewoon lekker de ouderwetse rolverdeling. Maar die was boodschappen doen. En ik had gezegd van, joh, neem even wat vlees mee. Dan gooien we de barbecue aan. En zij had, zij kwam daar, de ballen van Dries kwam ze tegen in de supermarkt. Ja. Dus ze dacht, nou, laat ik ze eens meenemen. Want die was toch ook wel nieuwsgierig. Ja, serieus. Dus ik heb afgelopen zaterdag tijdens het barbecue heb ik de ballen van Dries heb ik op de barbecue en gehad. En hoe smaken de ballen van Dries? Weet je wat misschien wel leuk is? Nou, als we even Dries bellen. En dan ga je. Nou, behalve als ze echt niet is vreten. Waar is het niet te wat zeg je? Op de ballenmeter? We gaan op de ballenmeter. Nou, laten we Dries even bellen. Dries? Goedemorgen. Goedemorgen. Dries. Hey. Want ik dacht, ik heb ze natuurlijk op dit weekend. Komen hier gewoon. De mannen moet ik toch ook even laten proeven wat ik afgelopen zaterdag heb geproefd. Want anders wordt het zo'n eenzijdig verhaal. Dus ik heb nu... Ze worden hier warm binnengebracht. Ze zijn zojuist komen ze uit de magnetron. Dat is het voordeel van volgegaarde ballen. Dus de heren hier, Rick en Niels, die kunnen... Oh. En Florentien gaat zo ook proeven. Ja, dat zijn fijnproevers, hè. Dat zijn fijnproevers. Dat is, je hebt zeg maar de Michelin-gids. En dan heb je... daarboven heb je... ja, ik vind alleen als zo'n bal gehakt... Nou, niet echt voor het ontbijt, hè? Of wel? Nou, ik moet zeggen, het misproeft niet... De studio die vult zich nu ook met de geur van... Nou, dat is wel goor. De ballen van Dries. Stinkt wel. Ja, ballen stinken wel, Dries. Ik vind het juist lekker ruiken. De ballen van Dries. Ja? Ja? Maar als je door gaat rekenen, op 700 winkels... Stel je nou eens voor dat elke Jumbo 5 bakjes verkoopt... Per dag. Rick die bij jou zit, die kan heel goed. Ja, die kan heel goed. Dus je hebt zeg maar 700 Jumbo's, 5 bakjes per dag. Dat is 3500 bakken. Ja, maar ze zullen maar een paar duppies. Een paar dubbeltjes, is dat dan 50 cent of zo? Nee, 20. 20 cent. Ja, dat weet ik veel. Zeg nou eens 20 cent. Ja. 40 cent. Oh, dat vind ik nou best veel. 40 cent. Dus dat is al 3500. Ja, dat is gewoon. Zit je 1500 euro per dag? Ja. Ja, is per week. Ja, een rugje of 10. En hoe lang gaan jullie die ballen verkopen bij de Jumbo, Dries? Een jaar of 25 blijven ze wel in houden. Dat betekent dat jij hoeft nooit meer te zingen. Dus dit is voor een win-win situatie. Daar ben jij blij mee, hè?